Het is nooit saai in de politiek in Oegstgeest. Vorige week nog een hertelling van de verkiezingsuitslag. En vandaag weer brekend nieuws, letterlijk in dit geval, Sven. Je bent uit de fractie gegooid. Ja, dat heb ik vannacht vernomen via een journalist. Dat de fractie, althans de nieuwe fractie onder Huizing, besloten heeft niet met mij verder samen te willen werken. Dat is op zijn minst opmerkelijk, zou je denken, voor iemand die de afgelopen jaren die fractie heeft geleid. Ik vind dat heel opmerkelijk en ook heel betreurenswaardig. Ik vind het ook niet een goede stap en ook schadelijk voor de VVD. Dus ik vind het heel onbegrijpelijk. Nou, stond je als lijstduwer op plek 22 bij de verkiezingen. Was dat een zelfgekozen plek? Nee, dat was geen zelfgekozen plek. Ik heb bij bestuur aangegeven dat ik bereid ben om nog 4 jaar vol enthousiasme in te zetten voor Oegstgeest. Daar is door de leden ook een voorstel toe ingediend op de ledenvergadering. Die heeft het toen net niet gehaald. En daardoor ben ik op de onderste plek terechtgekomen. Maar goed, de kiezers hebben uiteindelijk besloten dat ik nog wel 4 jaar in de raad mag. Ja, die kiezers heb je natuurlijk wel actief verteld dat je nog wel door wilde gaan. Door onder andere een grote advertentie in de Oegstgeester Courant. Ja, dat althans een aantal mensen binnen de VVD, maar ook buiten, wilden mij toch terugzien in de raad. Die hebben meegewerkt aan deze advertentie. En die hebben het ook geplaatst. Ik was heel blij met die steun. En je moet ook 1 keer vertellen dat je ervoor wilt gaan. Dus dat heb ik met die advertentie, is dat ook gebeurd. Die is niet bij iedereen, vooral binnen de VVD, goed gevallen, hè? Dat heb ik begrepen, ja. Maar er zijn, ook binnen de VVD zijn er mensen die dat misschien niet leuk hebben gevonden, maar ook mensen die dat juist wel wilden. Want Matthijs Huizing, de lijsttrekker, die zegt ja, daarmee heeft Spaargaren afstand genomen van in ieder geval een deel van ons programma. Nou, dat is pertinent niet waar, want er stonden 10 punten in. 9 daarvan kan je keurig terugvinden in het verkiezingsprogramma, wat ik mede zelf heb geschreven. 1 punt stond er niet in en dat was sportschool Genergy laat uitbreiden. Maar dat hebben we besproken binnen de fractie op mijn initiatief, dus ja. Hoe moet dit nu verder? Want vanavond is dan het afscheid van de oude raad. Voor jou dus wel een afscheid van de VVD, maar niet van de raad, want je blijft wel, hè? Ik blijf binnen de VVD. Ik blijf VVD-lid. Dus ook nu een onafhankelijke VVD-raadslid. Dat gaat dan de lijst Sven Spaargaren of zo heten? Ik heb nog geen idee. Dit nieuws komt net bij mij binnen. Dus ik wil dat even rustig een plaats geven en dan kom ik daarop terug. Dit is een besluit van de nieuwe fractie eigenlijk. Hè? Maar weet je ook wat de afdeling ervan vindt, de VVD Oegstgeest, de leden? Nou ja, ik heb natuurlijk heel veel verkeer vandaag gekregen. En heel veel leden die ik dan gekregen heb, die begrijpen dit besluit niet. En die laten zelfs geluiden horen dat ze zeggen, wij zijn hier dermate niet mee eens dat wij overwegen om een ALV snel uit te roepen. En ook een uitspraak te doen wat zij denken over deze gang van zaken door Huizing en zijn fractie. En kan dat dan ook nog ongedaan gemaakt worden, het feit dat je uit de fractie bent gezet? Nee, dat is aan de fractie zelf om dat te besluiten. Ik hoop wel dat de fractie van Huizing op dat besluit terugkomt. Want ik heb wel aangegeven dat ik graag samen met de fractie komende 4 jaar wil samenwerken. Maar goed, dit is nu even het feit. Maar de leden kunnen wel een uitspraak doen over het gevoerde beleid van VVD-lijsttrekker Huizing en zijn fractie. En gaat het beleid van jou als onafhankelijk raadslid heel anders zijn dan het VVD-geluid is? Ik heb de leden beloofd dat ik het VVD-verkiezingsprogramma zal uitvoeren. Die belofte maak ik na en zal ik ook blijven doen. Want er is wel een verschil in hoe jullie denken over de financiën. Hè? De lijsttrekker Huizing en wethouder en jij als fractievoorzitter de afgelopen jaren ook al. Ja, op dat gebied is het wel een verschil. Met veel leden ben ik wat meer van de financieel conservatieve kant van de VVD. Dus we willen geen hoge gemeenteschuld, geen OCB-belastingen. Eerst naar de uitgaven kritisch kijken. En Huizing is meer van de een linkse VVD'er die wel een hoge gemeenteschuld geen probleem vindt. Wel OCB-verhogingen wil. Ja, en dat willen wij niet.